filmcoach Freek ga ik jullie een kijkje geven achter de schermen bij een van onze filmdagen. En ga ik jullie alvast een voorproefje laten zien van de film die komende donderdag in première gaat op ons YouTube kanaal. 3, 2, 1. Wauw. Ja, je denkt misschien, wauw, wat nou, wauw, dat er zoveel van jullie hebben gereageerd op onze films. Nou, in de vorige filmcoach Freek had ik ook gevraagd, wat vind jij nou het leukste van ons YouTube kanaal? We hebben reacties gehad dat mensen zeiden, het is grappig, ik vind het leukste de bloopers. De bloopers natuurlijk. Kinderrechten zijn heel erg belangrijk. Daarom vind ik het leuk om die films te kijken. Ik vind het leukste dat het eigenlijk een heel serieus kanaal is. Het gaat natuurlijk over kinderrechten. En dat is best wel een serieus onderwerp. Nou, dat klopt. Ik vind het leukste dat kinderen in jullie films mee kunnen spelen. En dat je echt mee kan doen op jullie YouTube kanaal. Nou, dat vinden wij ook heel tof. En dat is natuurlijk best wel bijzonder. Dat het dus eigenlijk niet alleen maar ons YouTube kanaal is. Maar eigenlijk ook van jullie. Nou, voordat we verder gaan met nog meer reacties. Ben ik even benieuwd of jij de film van afgelopen week hebt gezien. Er komt geen water meer uit de kraan. De film Watertekort is inmiddels al heel vaak bekeken. Dus check hem zeker even als je hem nog niet hebt gezien. X, Bami schijf X. Nou, lekker. Hoe kom je op zo'n naam? Ja, ik vind hem fantastisch hoor, daar niet van. Maar ja. De films maken op de scholen doen Jeroen, waar we straks natuurlijk nog even naartoe gaan. Philip en ik. Maar wij kunnen natuurlijk niet zonder... UNICEF. En UNICEF komt natuurlijk op voor alle kinderen in de hele wereld. Maar vindt het daarnaast belangrijk dat jullie weten dat er allemaal kinderrechten zijn. En welke dat eigenlijk allemaal zijn. Verder spelen er natuurlijk ook kinderen mee in onze films. En ja, jullie kunnen reageren op onze films. En we reageren ook altijd terug. Dus ja, eigenlijk is dit niet alleen ons YouTube kanaal. Maar van al onze bijna 70.000 abonnees. Laten we nu eens even kijken bij filmcoach Jeroen. Jeroen, hoe ver ben jij eigenlijk? De film van vandaag staat erop. Kan iemand dat ding even dicht doen? Even zo, klap. Zo staat er niet op een duim tussen. Ja! Hey, hoe was het? Was het leuk? Ja! Freek, we gaan nu naar jou. Nou, het ziet er weer heel gezellig uit daar. En nou heb ik begrepen dat er ook een paar actrices zijn uit de film die graag iets willen zeggen. Dus meiden... Vertel. Onze film gaat in première op donderdag 24 januari 2019. Hij staat op het kanaal van UNICEF Kinderrechten en onze film heet Populair. Hoe meer onze film wordt gedeeld en geliked, hoe groter de kans is dat wij in Amsterdam in de bioscoop onze film te zien krijgen. Dus vergeet zeker niet om te delen en te liken. Doei! Supergoed verteld meiden. En ben jij daar ook benieuwd naar die film? Ja? Nou, dan nu goed nieuws, want we gaan kijken naar de trailer van deze film. Populariteit is in Nederland steeds belangrijker geworden. Oh, die zijn echt super populair. Dat wil ik ook. Ik ben jaloers. Goedemorgen. Kneusjesklas. Amen. Volgende. Eliteklas. Yes. Dus willen wij meer of minder populaire mensen in Nederland? Nee! Check de film komende donderdag op Kinderrechten Donderdag om 4 uur hier op ons YouTube kanaal. Nou, dan is het nu tijd om... Hey! Maar dat was Klaas. Ja, dat klopt. En samen met Klaas heb ik in de volgende filmcoach Freek, volgende week maandag, echt iets super vets wat wij jullie willen vertellen. En het is echt heel vet. Ja, maar wat is dat dan? Zorg dan dat je volgende week maandag naar deze filmcoach Freek kijkt hier op ons YouTube kanaal. Yeah! Yeah! Behalve op YouTube kun je ons ook vinden op Instagram. Als je ons daar al volgt, dan weet je dat we regelmatig foto's en video's plaatsen van momenten dat wij op scholen aan het filmen zijn. Voor nu, bedankt voor het kijken naar deze filmcoach Freek. Heel graag, tot... Om 4 uur! En anders tot volgende week maandag bij die hele speciale boodschap, speciaal voor jullie, samen met Klaas, hier op ons YouTube kanaal. Doei!